Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een hele leuke video. Ik heb namelijk een mukbang video. En ja, ik heb er echt super veel zin in om het te filmen. Alleen ik had zo geen inspiratie, omdat je natuurlijk alleen maar thuis video's kan maken. En dit was echt het enige wat ik dacht, dit is wel een beetje leuk om te doen. Dus ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. En dan zou ik het ook heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan kan je dus iedere maandag en iedere vrijdag kan je om 4 uur een nieuwe video verwachten. In ieder geval, ik sta nu nog thuis, want ik ga eerst naar de McDonald's toe rijden. Maar ik dacht het is handig om het hier even het intro op te nemen. Ik heb via Instagram heb ik vragen gesteld, maar ik ga ook gewoon zelf een beetje lekker kletsen. En ik heb zoveel zin in McDonald's, dat is echt niet normaal. Eerst ging ik zo vaak met Flor en met Voske naar de McDonald's, maar ja, doordat we elkaar nu niet meer kunnen zien is het wel minder geworden. Dus toen dacht ik, ik ga lekker gewoon in mijn eentje. En ja, dat dus. In ieder geval, ik ben heel erg benieuwd hoe het daar ook gaat. Met hoe ze dit hebben geregeld. Ik heb in ieder geval genoeg handgel bij me. En ik ga nu naar de Mac toe rijden. En dan gaan we lekker Mackie eten. Heel veel zin in. Nu nog even muziek luisteren en dan onderweg. Nou, ik heb het eindelijk. Je mocht dus daar niet blijven staan op het terrein. Wat ik ook volledig snap hoor. Dus toen dacht ik rijd gewoon weer naar huis. En dan eet ik het gewoon hier op. Dus lekker Mackie. Dus ik heb lekker Mackie. Ik ga eerst even mijn handen desinfecteren. En ik hoop dus niet dat mensen me dus horen of zien. Want ik sta hier gewoon, laat maar zeggen, voor mijn huis. En er kunnen hier gewoon mensen langs lopen. Maar ja, het is even niet anders. En ik zit ook niet helemaal midden in het beeld natuurlijk. Maar we moeten het er maar gewoon even mee doen. Ik heb nog nooit in mijn eentje een mukbang opgenomen. Omdat ik het dus echt haat als je praat en eet. En nu moet dat wel. Want anders kunnen jullie het hele idee niet zien, maar oké. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Het ruikt ook echt zo lekker. Oh, echt niet normaal. Echt top. Nou, ik hoop dat alles goed met jullie gaat. En dat jullie het een beetje overleven om alleen maar thuis te zitten. Oh, ik heb ook een Mac croquette en ik vind dat zo lekker. Degenen van mij weten dat. Oké, ik heb frietsaus besteld. Alleen volgens mij heb ik gewoon normale saus gekregen. Dat zou ik echt heel kut vinden. Want ik, oh, ze hebben een nieuwe verpakking. Oké. Ik schrok al, want dit is natuurlijk het allerlekkerste. Ik ben ook heel erg benieuwd wat voor saus en wat voor dingen jullie bij de Mac bestellen. Dus ik zou het ook leuk vinden als je dat even reageert. Echt heel erg lekker. Het is alleen wel echt bloedbenauwd in mijn auto. Omdat het natuurlijk zo lekker weer is. Ja, ik zie nu al mensen. En ik vind dat heel ongemakkelijk. Dus ik hoop dat ze snel weggaan. In ieder geval, ik wil dus een beetje vertellen wat ik allemaal doe. En ik heb ook dus vragen op Instagram gesteld. En ik bedoel, zo'n dingetje neergezet dat jullie vragen aan mij konden stellen. Ik ben best wel veel aan het doen eigenlijk. Want ik krijg niet heel veel opdrachten van school. Dus ik ben gewoon bezig met bijles geven. En dat zien jullie ook in mijn weekvlogs als je die kijkt. En voor de rest probeer ik gewoon ja, op te ruimen. Leuke dingen te doen. En veel te bewegen. Want ja, de sportschool is natuurlijk dicht. En ik heb het nu echt uitgevonden om te gaan skileren. Dat vind ik echt super leuk om te doen. Dus dat doe ik ook zeker. Volgens mij is het echt super irritant dat hier het stuur zit. Zal ik iets meer in het midden gaan zitten? Nou ja. In ieder geval, ik zal zo meteen ook even kijken wat voor vragen ik allemaal had op Instagram. Oké, als eerste de vraag hoe gaat het met je? En dat vind ik ook een leuke vraag om natuurlijk mee te beginnen. En zoals ik net dus al zei, het gaat eigenlijk best wel goed. Ik ben gewoon bezig met school. En ik krijg niet echt online les. Ik krijg gewoon weektaken en dan moet ik elke week dat af hebben. En op maandag krijg ik een nieuwe. Voor de rest ben ik dus bijles aan het geven gewoon aan mijn stagekinderen die ik eerst had. Dus dat is ook heel erg leuk. Zodat zij gewoon, zij krijgen ook gewoon taken van school. En dat doe ik dan met ze. En dat doe ik 4 uur per dag. Instagram video.
Oké, ik word gebeld via Instagram. Ik wist niet eens dat het kon. Voor de rest, ja, ik vind het wel heel lastig. Maar ja, het gaat eigenlijk wel gewoon goed. En ik denk dat het ook wel een beetje aansluit op de break-up video die ik heb gemaakt. Want ik kreeg daar ook weer heel veel vragen over. Maar ja, het gaat eigenlijk gewoon beter dan eerst, vind ik hoor. En ik ben ook gewoon op dit moment veel gelukkiger dan dat ik een tijdje geleden was. En ja, dat. Ik vind het ook heel erg leuk dat ik er eindelijk wel dingen kan doen voor YouTube. En dat ik er tijd voor heb om dingen te doen voor YouTube. Oké, ik vind het echt lastig om met mijn eentje dit te doen. Omdat ik wil eten en praten, want ik heb ook echt trek. Ik heb vanochtend alleen een smoothie op. Maar voor de rest echt helemaal niks. Oké, ik ga eerst één hapje nemen van mijn macroket. Want ik heb er echt zoveel zin in. Er zijn waarschijnlijk echt heel veel mensen die het niet lekker vinden. Maar ik vind het echt heel lekker. Ik had het echt zo erg gemist. En voor de rest heb ik ook nog Fanta te drinken. Ik ga een volgende vraag doen. Waar ga je naartoe in de zomervakantie? Nou ja, we weten natuurlijk niet of alles doorgaat. En ik denk het eigenlijk niet als ik er zo naar kijk. Alleen ik zou dus 27 april zou ik naar Spanje gaan. Samen met mijn moeder en met mijn broertje. En dat zou ik, ja, dat vond ik gewoon echt heel erg leuk om eindelijk weer gewoon even met familie te gaan. En in de zomervakantie ga ik dus ook op vakantie naar Zakynthos. En daar had ik ook heel veel zin in. Alleen ik weet dus niet of dat doorgaat. En voor de rest heb ik nog geen plannen gemaakt. Ik weet ook niet of, ja, ik heb gewoon geen idee hoe het gaat lopen. Maar dit zijn in ieder geval mijn plannen. En ja, ik hoop natuurlijk dat het doorgaat. Oké, en voor de rest, ik moet ook gewoon werken, want ik heb dus een vitaal beroep. En ik wil dus niet zeggen waar ik werk, omdat ik dat gewoon niet heel fijn vind. En als ik daar klaar ben, dan ga ik dat vast wel vertellen. Want ik heb daar ook heel veel vragen over, maar dat laat ik nu gewoon even. Oké, even kijken. Dan heb ik een vraag. Waar mijn sieraden van zijn? Nou, ik zou vertellen wat ik nu om heb, waar het van is. Deze ring is van Buddha to Buddha. Deze twee ringen zijn allebei van Joy. Van Lot, van Joy en van Buddha to Buddha. En eigenlijk zijn er heel veel sieraden van. Ik heb ook dingen van AliExpress, bijvoorbeeld deze oorbellen, omdat het gewoon heel goedkoop is en het ziet er ook gewoon leuk uit. Maar als jullie het leuk zouden vinden dat ik laat zien waar al mijn sieraden van zijn, moet je dat even laten weten natuurlijk. Nou, dan echt een vraag die echt 1000 keer terugkwam. Of ik al een nieuwe vriend heb, bla bla en... Nou, ik heb nog geen nieuwe vriend. En ik ben ook totaal niet op zoek. Ik heb natuurlijk best wel een lange tijd gehad met Mick. En dat heb ik ook heel veel online gezet. Dus ik vind het ook wel even prima om het rustig aan te doen. En het was voor mij ook best wel heftig. En ik wil daar ook verder niet op ingaan. Maar er zijn ook mensen die het wel weten. In ieder geval, ik had er gewoon heel veel vragen over. En ook of ik dan, als ik een nieuw vriendje zou hebben, of dat dan weer in de vlog zou laten zien. Daar moet ik gewoon echt nog over nadenken. Ik heb er echt nog geen tijd voor gehad om daarover na te denken. En ja, misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet. Ik weet ook niet of ik weer zoveel zou delen zoals wat ik nu had gedaan, laat maar zeggen. Ik ben wel van mezelf echt een persoon die liever een relatie heeft dan dat die single is. Ook al vind ik het nu ook wel fijn om even single te zijn, vind ik het wel fijner om een relatie te hebben. Oké, ik krijg ook best wel veel vragen over mijn school. Dus ik zal in het algemeen even uitleggen wat wij nu krijgen en wat de bedoeling is. Oké, ik zit dus in PABO 2 om leraar te worden op het basisonderwijs. En ik loop nu stage in groep 7, wat ik echt super leuk vind. En hiervoor heb ik stage gehad in groep 1-2. Ik heb ook stage gelopen in groep 3, 4 en in groep 5. Ik weet echt nog niet wat ik het allerleukste vind. Ik moet wel volgens mij dit jaar een keuze maken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik ga kiezen, want ik heb echt nog geen idee. Alleen nu is het natuurlijk heel stom dat stage niet doorgaat. Want dit is eigenlijk mijn enige echt bovenbouwstage en ik was daar gewoon heel erg benieuwd naar. Dus ja, het is super stom dat ik nu niet kan kijken van hoe ik dat eigenlijk vind. Maar ja, het is niet anders. En ja, ik moet gewoon kijken hoe het gaat lopen in ieder geval. Ik heb echt een super leuke klas. Ik heb elke keer een hele leuke klas en ook echt een hele leuke stage. En wij krijgen dus elke week een weektaak die we moeten afronden.
En ik vind het gewoon heel erg lastig om niet naar school te gaan en om dingen zelf te doen. Ik denk wel dat er meer mensen zijn die dat hebben. Ik wil gewoon op school krijgen, ja, gewoon op school horen hoe het gaat. En soms dan, we hadden laatst ook wel, ja, ik zal even een goed voorbeeld geven. Gisteren hadden we dus zo'n gesprek met een pedagogiek docent. En dan hoor ik opeens iets en dan heb ik dat dus niet meegekregen omdat ik dus dat niet heb gelezen. Nou, dan word ik gewoon helemaal gek, dan krijg ik gewoon stress. En dan denk ik van, waarom weet ik dit niet, hoe kan dit? En dan krijg ik ook gewoon stress omdat ik het niet weet. En in de klas krijg je natuurlijk gewoon altijd te horen. En nu moet je de hele tijd online kijken van, is er iets online gezet? Wat gaat hiermee gebeuren? Wat gaat daarmee gebeuren? Ja, ik vind dat gewoon echt heel erg lastig. Oké, ik ga weer even wat eten. Ik wil zoveel vertellen dat ik gewoon vergeet om te eten. Echt heel lekker. Het is ook fijn dat het lekker weer is. Ook al moeten jullie wel binnen blijven natuurlijk. Dan krijg ik nog een vraag van... Wat voor video's vind ik het leukst om te maken? Vakantievideo's sowieso echt op nummer 1. Ik vind dat zo leuk om terug te kijken. Ik heb ook... op de middelbare school, laat maar zeggen, mijn reis gefilmd naar Rome. Dat met mijn uitwisseling. En als ik dat dan nu terugkijk, denk ik echt, oh, dat is zo leuk om terug te zien. Volgens mij is het echt heel storend dat de helft van het beeld een stoel is. Maar ja, ik ga nu ook niet meer het beeld veranderen. Dat is ook een beetje raar. Dus ik vind dat echt leuk om terug te zien. En gewoon oude vakanties, ook met vriendinnen en zo. Ja, dat is gewoon heel erg leuk. Om dat te kunnen terugzien en gewoon hoe het toen was. Dat je dat gewoon even opnieuw kan beleven of zo. Dus ja, dat vind ik echt het allerleukst. Ik vind sowieso vlogs maken echt heel erg leuk. En normale video's maken vind ik gewoon mensen met... video's met andere mensen. Dus bijvoorbeeld een mukbang. Of ja, gewoon dingen die je niet zo vaak snel zou doen. Bijvoorbeeld die video dat ik mijn haar bruin ging verven. Ik vond dat gewoon heel erg leuk. Omdat ik gewoon dan niet weet wat voor reacties ik krijg. En even over die video door te gaan. Echt iedereen. Ik denk wel 80%. Zei dat ik mijn haar bruin moest verven. Of het, dat ze dit bruin haar mooier vonden. En daardoor ben ik wel echt gaan denken. Dat ik dacht van. Vind ik dan bruin ook mooier? Want ik vond het ook mooi staan. Alleen ik vind blond haar gewoon heel erg mooi. En wanneer ik 1 keer naar bruin ga, is het zo lastig om terug te gaan naar blond. Als er mensen zijn met ervaring van hun haar naar blond, van blond naar bruin verven, ben ik heel benieuwd. Want ik twijfel echt veel te erg, omdat ik blond haar ook gewoon heel erg leuk vind. En met die verf waar ik het nu mee had gedaan, dat werd op een gegeven moment zo lelijk. Het werd helemaal paars. Dus ik ben wel blij... Nou, ik heb gewoon in ieder geval gezien hoe het staat. En daar gaat het om. Oké. Maar er had echt een poll in beeld geplaatst. En echt 90% zei volgens mij dat ik het bruin moest verven. Het was echt niet normaal. Het is echt bizar hoeveel vragen ik krijg over of het uit is en allemaal dat soort dingen. Maar dan moeten jullie even die video kijken. Want daar heb ik het best wel goed uitgelegd. Wat vind ik van online les? Ik vind het echt heel erg slecht. Gewoon, ik kan me er gewoon echt niet concentreren. Maar ja, hoe vaak ga je uit in het normale leven zonder corona? Ik vind uitgaan met vriendinnen echt heel erg leuk. En ik ben ook wel zo iemand die het echt wel tot het einde kan volhouden. Denk ik, als ik dat over mezelf mag zeggen. Ik vind het altijd gewoon heel erg leuk. Ik vind het leuk om me klaar te maken daarvoor met vriendinnen. En gewoon... Het uitgaan zelf vind ik gewoon heel erg leuk. Toen ik een relatie had, ben ik wel minder vaak uit geweest. Omdat ik er gewoon minder vaak behoefte aan had. En ik werk altijd 1 dag in het weekend. Dus dan wilde ik die andere dag gewoon thuis zijn, zo. Dus toen ben ik al een tijdje minder uit geweest. Maar eigenlijk de periode voor corona en zo, ben ik eigenlijk best wel veel uit geweest. Met mij aan mijn klas en ook gewoon met vriendinnen en zo. En... ik wil nu ook echt uitgaan. Maar dan denk ik dat het nog wel eventjes gaat duren. Ik zag gisteren ook een berichtje over dat echt alle festivals, alles wordt afgelast. En dat begrijp ik ook heel goed hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ja, het is wel heftig.
Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Als alles weer open is, wil iedereen uitgaan. Iedereen wil op vakantie. Iedereen wil dat. Dus ja, ik ben benieuwd. Sorry, ik moet echt even eten. Ik heb zoveel trek. Het is zo heet. Ik word gek. Ik ga één keer die airco aanzetten. Echt gek. Ik word dus gek van deze twee sleutels, omdat ik nu dus een auto te leen heb. Nou, zo. Oké, dan wat kijk je nu allemaal op dit moment op Netflix en op Videoland? Wat ik nu kijk op Videoland is Love Island. En ik keek het eerst samen met Eva, maar... ja, we kunnen niet samen afspreken, dus we kijken het nu allebei apart. En ik vind het een heel erg leuk seizoen. Ik vond seizoen 5 wel leuker. Dit seizoen vind ik ook heel erg leuk. Voor de rest kijk ik Temptation Island. Ex on the Beach is weer op tv. Ik heb de eerste aflevering gezien. Ik vind het echt verschrikkelijk, maar ik kan het gewoon niet stoppen met kijken, omdat het zo verschrikkelijk is. Voor de rest moet ik La Casa nog afkijken. Want ik had alles in de zomer gezien. Alleen ik heb het laatste seizoen nog niet gezien. Wat kijk ik nog meer? Ja, ik heb daar dus echt helemaal niet zo heel veel tijd voor. En ik heb sowieso niet heel veel behoefte eraan om heel veel te kijken. Ik weet echt niet wat ik kijk. Ik moet nog een nieuwe serie beginnen. De laatste die ik heb afgerond was volgens mij The Stranger. Die was ook heel erg leuk. Dus ik moet even kijken. Als jullie leuke tips hebben, moet je het even laten weten. Maar ik ben gewoon niet zo snel iemand, ja, die een serie begint. Ik krijg ook zoveel vragen van hoe gaat het met je. En dat vind ik echt heel erg lief om te krijgen. Maar het gaat dus goed met mij. Waar ik heel erg blij mee ben. Oh, ik krijg ook heel veel vragen over mijn nagels. Nou, ik liet eerst altijd gel lak zetten. Heet dat gel lak? Ja, gel lak. En dat is dan gewoon op je eigen nagel. En dan is gewoon zo'n extra laagje. En dat bleef dan 3 weken zitten of zo. Daar was ik altijd echt heel erg blij mee. Maar... op een gegeven moment pakte dat gewoon niet meer op mijn nagels. Dus toen ben ik acryl gaan doen. Alleen nu is natuurlijk alles dicht. En ik ben al meer dan een maand niet geweest. Dus dat zie je ook wel. Dus de uitgroei is echt best wel erg. Alleen waarschijnlijk. Ja, ik denk dat ik in begin mei weer misschien kan. Het is natuurlijk wel 1-op-1 bij iemand thuis. Dus misschien dat ze het dan wel doen. Ik heb echt geen idee. Ik ben benieuwd hoe snel het weer doorgaat. En anders ga ik ze er binnenkort zelf afhalen. Maar ik heb ze nu gewoon zelf gelakt. En het ziet er echt prima uit. Dus ik laat dit gewoon zo zitten. Mijn favoriete series. Ik vind het echt heel erg moeilijk. Netflix, dat heb ik allemaal gezien. Ik heb echt van die standaard dingen. Die kijk ik gewoon, die iedereen kijkt. Omdat ik dan denk van, ik moet dat ook zien. Net zoals You en allemaal dat soort dingen. Pretty Little Liars en Gossip Girl. Dat soort dingen heb ik gewoon allemaal gezien. Hoe gaat het op de pabo? Ja, het gaat eigenlijk heel goed. Ik ga overal best wel makkelijk gewoon doorheen. Natuurlijk moet ik ook gewoon veel leren en heb ik ook dingen. Maar ja, in het algemeen gaat het op zich best wel oké. En... ik heb nog steeds heel erg naar mijn zin. En ik weet ook zeker dat ik dit voor altijd wil gaan doen. Ja, echt een leuke opleiding. Ik ben ook blij dat ik kunst erbij doe. Want ik heb dus een extra traject. Bij ons kan je dus sport, kunst, wereld of extra stage kiezen. En ik doe dan kunst. En dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. En leuke opdrachten. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Wat wil je na je opleiding gaan doen? Ja, ik wil wel gelijk aan de slag met werk. Ik weet natuurlijk nooit hoe het gaat lopen. Maar ik ben al iets ouder dan de rest. 1 jaar of 2, weet je wel. 1 jaar of 2 jaar. En dat komt natuurlijk omdat ik iets langer over mijn HAVO heb gedaan. Maar voor de rest, ja, ik wil gewoon gelijk aan de slag. Ik weet nog niet op welke school. De school waar ik nu stage loop is wel echt, vind ik echt een hele leuke school. En dat is ook mijn oude basisschool. Maar ik moet gewoon even kijken hoe het gaat lopen. En je weet natuurlijk ook niet of je wordt aangenomen. Dus daar moet ik echt nog naar kijken.
En deze vraag sluit op zich wel aan. Welke groep vind je het leukst om les te geven? Ik durf het dus echt niet te zeggen. Ik vind het altijd heel erg leuk. Maar toch denk ik nu wel van... Ik vond kleuters ook echt heel erg leuk. Ik weet het gewoon echt niet. Even kijken. Ik krijg ook heel veel vragen over of ik tips heb om je niet te vervelen. Maar ik werk gewoon. Dus daardoor heb ik eigenlijk al mijn hele dag vol. En voor de rest sport ik gewoon opruimen. Love Island kijken. En ik ga deze dagen denk ik ook wel even zonder mijn balkon. En voor de rest moet ik in het weekend gewoon heel erg veel werken. Dus daar zit ik ook gewoon... Dat moet ik ook gewoon allemaal doen. Dus ik heb niet echt heel veel tijd voor dat soort dingen. Het is heel erg. Ik heb ook nog Kim Nuggets. Maar ik heb echt geen trek meer. Oh, ik had eigenlijk... Ik had een kleine friet. Ik had een McCroquette. En ik heb dus nu nog Kim Nuggets. Maar ik heb er echt geen zin in. Maar een beetje zon om weg te gooien. Of ik tips heb voor een zuivere huid. Ik heb niet een super zuivere huid. Maar ook geen onzuivere huid. Eten jullie eigenlijk zoetzure saus of andere saus bij jullie Kim Nuggets? Ik eet altijd zoetzuur. En ik vind barbecue vind ik echt heel vies, maar oké. In ieder geval, ik gebruik nu die Ordinary lijn die je gewoon bij de toeklas kan kopen. Is heel goedkoop. En ik gebruik Embryo Lease crème voor onder mijn make-up. En dat vind ik allemaal heel erg fijn. Maar ik denk dat ik wel een keer een skincare routine ga opnemen. Want dat heb ik nog nooit gedaan. Ja. Maar ik moet de producten net iets langer gebruiken. Voordat ik dat kan doen, vind ik. Het is echt bizar hoe warm het is. Zeker in die auto als die zon erop staat. Ik heb dus normaal een witte auto en ik heb nu een zwarte. En nou, die zon, het is echt niet normaal. Oké, waar moet een jongen aan voldoen bij jou? Jeetje, lastige vraag. In ieder geval, betrouwbaar, allerbelangrijkste. Vertrouwen is gewoon sowieso het allerbelangrijkste. Anders gaat het gewoon nooit lukken. Voor de rest, lief, grappig. Voor de rest, ik vind het echt lastig om dit te zeggen. Ik weet altijd wel gelijk of ik iemand leuk vind of wat ik niet leuk vind. Ik heb of gelijk die klik of het gaat er ook gewoon nooit komen. Dan wil ik alleen maar dat het goed gaat. Ik weet precies of ik iemand leuk vind, denk ik. In ieder geval, ja, hij moet gewoon lief zijn en zorgzaam. En je moet gewoon... Een beetje, ja, hoe zeg je dat? Op hetzelfde niveau zitten of zo. Dat je gewoon met elkaar discussies kan voeren. Maar ook gewoon goed met elkaar kan praten. Ik denk dat dat ook gewoon heel erg belangrijk is. Dat je gewoon ook alles aan elkaar kan vertellen. Ik heb wel gisteren mijn wenkbrauwen geverfd. Ik heb nu niks in mijn wenkbrauwen. Het is echt heel donker. Ik heb het 25 minuten erin laten zitten. Oké, ik krijg dus ook best wel veel vragen over mijn TikTok. En ik heb vroeger dus Musical.ly gehad, wat eerst TikTok was. En er vragen dus mensen of ik er een wil maken. En ik kan het dus echt niet. Maar ik doe het dan met mijn oppaskinderen, vind ik het leuk om te doen. En met vriendinnen vind ik het gewoon leuk om van die challenges en zo te doen. Maar als jullie het heel graag willen, dan wil ik er wel eentje maken. Ook al ben ik er echt heel slecht in. Het gaat echt heel grappig worden. Ik vind het leuker om van die... Ja, hoe zeg je dat? Die dansfilmpjes is echt niks voor mij. Maar ja. Het is ook een beetje lastig om in de auto te maken. Ik zal er wel een maken. Ik weet niet welke ik moet doen. Oké, ik doe wel gewoon de eerste die ik tegenkom ga ik maken. Mijn auto. Oké, ik doe niet de eerste. Die is te lastig om in de auto op te nemen. De tweede. Het gaat hem echt niet worden. Oké, ik ga het proberen. Ik heb gewoon wifi vanuit mijn eigen huis. Oké, ik ga deze proberen. Nou. Oh, mijn beeldscherm is heel vet. Nou, daar gaan we hoor. Ik heb hem even geoefend. Nu kijken of hij goed gaat. Echt niks voor mij.
Oh, ik ga echt stuk om mezelf. Oké, nou, dit was de eerste poging. Ik zal hem er wel in beeld hebben geplaatst, denk ik. Ik ga deze video zo meteen gelijk bewerken en dan ga ik hem online zetten. Want ik had nog geen video voor vandaag, omdat ik niet wist wat ik wilde opnemen. En ik ga die kipnuggets dus weggooien. Echt heel zonde, maar ik heb echt geen trek meer. Het is zo heet. Oh mijn god, ik word gek. In ieder geval, als je leuke ideeën hebt voor een video, mag je dat zeker laten weten. Want ik heb heel veel tijd om video's op te nemen. En een weekvlog komt sowieso online, maar andere ideeën zijn ook welkom. Iets wat wel mogelijk natuurlijk is om te maken. Ik heb eigenlijk helemaal niet allemaal vragen beantwoord. Misschien kan ik dit wel vaker doen. Ik denk dat de video wel klaar is. Ik weet eigenlijk niet hoe lang die is geworden, want ik heb echt een paar keer opnieuw gefilmd. Maar ik hoop wel dat jullie het heel erg leuk vonden. Ik vond het echt super leuk om te doen. En ik heb het echt heel erg warm. Maar heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!